Bij dit project hebben we gekozen voor het resultaatgericht samenwerken. De manier van samenwerken houdt in dat je met een opdrachtnemer al heel vroeg samen het proces ingaat. Dat je gezamenlijk verschillende scenario's uitwerkt en dat je gebruik maakt van de kennis en de ervaring van de opdrachtnemer gedurende het hele traject. We hebben gekozen voor resultaatgericht samenwerken omdat wij uit resultaten van andere projecten zagen dat daar een betere prijs-kwaliteitverhouding naar voren komt. Een snellere doorlooptijd en ook dat je faalkosten minder zijn. Het is voor ons niet de eerste keer dat wij zo werken. We hebben bij verschillende corporaties, ik denk zo'n 30 à 35 van de projecten op basis van deze samenwerking uitgevoerd. Dit was wel het eerste project waar we samen met Reizig Wonen op deze manier gingen oppakken. De ontwikkeling en de voorbereiding heeft plaatsgevonden aan de hand van een ontwikkelteam. Het ontwikkelteam dat bestaat uit meerdere mensen vanuit verschillende disciplines. Dus dat komt vanuit markt en beleid als vertegenwoordigd in het ontwikkelteam, maar ook bewonerszaken, communicatie en techniek. De bewoners zijn nauw betrokken geweest in het hele proces van het project. Zo in de voorbereidingsfase hebben we een projectcommissie gehad. Die hebben ook over de modelwoning die we van tevoren hebben gemaakt hebben kunnen adviseren over de werkzaamheden die we wilden uitvoeren. Daarnaast hebben we tijdens de uitvoering, of voordat we konden starten, een draagvlakmeting gedaan. We hebben daar een draagvlakmeting van meer dan 85% gehad in een periode van 2 weken. Het project is nu bijna afgerond. En wat we in ieder geval tot nu toe zien is dat de samenwerking heel goed is verlopen en dat ook een snellere doorlooptijd dat waarheid geworden is. De uitvoering is eigenlijk boven verwachting verlopen. We zijn gestart met de woningaanpak, daarna de gevelaanpak en dan een dubbele opstart van de entrees. Het is toch een kwestie van vertrouwen, dus je gaat op een hele andere manier met elkaar te werk. En het is gewoon heel goed en heel prettig verlopen met elkaar, zeker de samenwerking. En eigenlijk leun je ook een beetje op elkaar op die manier. Dus ik vond het voor herhaling vatbaar. Dit project is een voorbeeld voor de bouwsector vanwege de gelijkwaardigheid die wij in het projectteam hadden. Dus Reizig Wonen en Smits Vastgoedzorg hadden echt een eigen bijdrage in het projectteam. En ik denk dat daarmee veel meer resultaat valt te behalen op het moment dat hier een vervolg aan komt. En dat dit in een lopende trein doorgezet kan worden.